De zomer is ten einde gekomen en de astronomische herfst, die begint. Dat betekent de tijd van mooie herfstwandelingen in een verkleurd bos, maar ook van regenachtige dagen met veel wind. Maar wist je dat dat regenachtige en winderige weerbeeld eigenlijk veel meer bij de winter past dan bij de herfst? De herfst is namelijk een echt overgangsseizoen. De astronomische herfst begint bij ons wanneer de zon precies boven de evenaar staat. De zon schuift vervolgens steeds verder naar het zuiden, waardoor bij ons de dagen korter worden. Op het zuidelijke halfrond worden de dagen juist langer en in Australië is nu de lente begonnen. Ondanks dat de dagen bij ons korter worden, kunnen we nog vaak genoeg genieten van een zonnetje. Vaak staat er ook weinig wind, maar in de nachten kan er wel wat mist ontstaan. Vorig jaar was het vaak rustig, zonnig en warm najaarsweer. Het werd zelfs de op 3 na warmste herfst ooit gemeten. Wel kwam het sinds 2017 voor het eerst weer tot een herfststorm. Stormen doet het überhaupt niet vaak. Sinds de metingen zijn begonnen in 1910 kwam het in de herfst slechts 21 keer tot een zware storm. In de winter stormde het veel vaker en kwam het tot nu toe tot 32 zware stormen. Wel is de herfst bij uitstek het seizoen voor mist. Op het hoofdstation in De Bilt komt het in de herfst gemiddeld tot 32 dagen met mist. In de winter is dat slechts 18 keer. De herfst is dus helemaal zo slecht nog niet. Komende weken dus genoeg momenten om lekker naar buiten te gaan en te genieten van het mooie herfstweer.